Hallo, wij zijn Klaasje, Fred en Diva. En samen wonen we in een camper en gaan we zo vaak als we kunnen op stap. Kom, volg ons en beleef het mee. Hallo. Dat is Klaasje. Klaasje is toch wel nuchter hoor, als je niks gaat. Hallo, welkom bij deze tweede vlog over onze vakantie. Wij zijn nog steeds op camping de La Plage in Grimaud. En we hebben helemaal niks gedaan de laatste dagen, behalve naar Saint-Tropez geweest op de markt. En voor de rest slapen, niks doen, zwemmen, niks doen, eten en drinken. Ja. Nou, dat is goed vol te houden. En vandaag wordt het 33 graden en dat zal wel lekker warm worden, dus we gaan vandaag even naar het strand. Even op het terras zitten hier van de camping en voor de rest boel uitzitten. En morgen vertrekken we verder. We gaan morgen vroeg weg en we rijden richting de Spaanse grens. En van daaruit gaan we naar Pinicola in de buurt achter Barcelona en daarna naar Valencia. En we zien wel hoe lang dat allemaal gaat duren. Nou jongens, ik vind het leuk dat jullie kijken en ik hoop dat jullie dit een leuke vlog vinden. We gaan mee maar. Doei! Doei. Hallo, het is niet koud hoor. Het begint even, maar voor de rest is het lekker. Heerlijk dit. Ons laatste dagje en het is ook nogal 33 graden. Zo, lekker. Het is te warm om bij de camper te zitten hoor. Ook al zit je in de schaduw. Nou ja, daarvoor heb je de zee hè. Heel lekker joh. Daar zitten we dan. Dat aan het strand liggen heb ik nooit goed begrepen. Heel veel mensen zijn daar heel erg gek op en ik ben nooit geweest. En ook nu weer, het waait gelukkig wel een beetje, want het is warm. Maar je wordt bijna gezandstraald. En sinds ik in mijn jeugd heb ik aan het strand liggen nooit echt leuk gevonden. Dus soms moet je wel wat, hè. Hoewel het zwemmen wel leuk is hoor, alleen het liggen niet. Nou, we zitten hier nu lekker op het terras. Ik zal het even laten zien. Dus we krijgen zo wat te drinken en we nemen lekker te eten. En dan komen we de dag ook door. Het is niet koeler dan op straat. In de file. Ja, we rijden door de Lange Dok, oftewel in de buurt van Minerve. Een heel mooi gebied. Maar dat kennen wij heel goed, want we zijn hier al jaren geweest. Ja. En we gaan misschien wel even lekker een kopje koffie drinken in Olozac bij Café de La Poste. Het enige café en het is daar zo gezellig. En dan rijden we denk ik door naar richting Carcassonne. Anders dan weer het plan was, maar ja, dat is altijd zo. En dat komt voornamelijk omdat het heel druk is op de weg, zowel op de binnenwegen als op de snelwegen. Ik heb er een beetje de pest van in, maar dat helpt ook niks. Ja. En nu staan we hier in, ik dacht ik weet wel een mooie route, daar staan we niet in de file. En je kent er meer mensen, dus we staan weer in de file. En het zal nog een half uurtje duren. Dus niet zeuren, vanavond gaan we lekker weer een plekje zoeken en dan blijven we daar morgen weer opnieuw. De snelweg bij Narbonne is afgesloten, ik weet niet wat er aan de hand is.
Dat betekent dat iedereen dus een andere route gaat zoeken. En als gevolg dat alles stilstaat. Nou, het zijn zo. Lekvol. Leuk is het niet. De hele dag al druk. De hele dag al mensen met de weg bezig in de buurt van Marseille en alles. Dat was niet zo leuk. Maar ja, wat doe je eraan? Straks is misschien een lekker terrasje zitten. Op een koffie. En dan zien we weer verder. Ja. Nou, dat is fijn. Je komt soms op de mooiste camping, daar heb je geen leuk gevoel bij. En nu loop ik hier op een camping wat eigenlijk meer een bedrijf is, met een camping erbij. En het voelt gewoon leuk, het voelt goed. Wat mooie bloemen en planten. Ben je dat? Ja, dat was Piet. Ach, gaat. Heb je die was gehad? Oh nee. Aurelie was toch gek al, weet je dat? Ja, die lust is wel, ja. Vriendin van onze zoon in, uit Mauritius. Die lust heel graag. Oh, mooi. Het ziet er wel mooi uit. Ja. En hier staan, wat een mooie achtergrond, een mooie blauwe lucht. Mooie bomen, heel mooie gekleurde vruchten, maar appels in dit geval. Ik heb net een peer geproefd, die was overrijp, dan zijn ze niet zo lekker meer. Maar ze hebben alles hier. En ze hebben ook producten die ze ervan maken en dan ga ik zo het winkeltje even in. Want ook al is het 7 uur, hij is nog steeds open, zegt hij. Mooi, hè? Nou, die is aardig gaaf. Ja. Dan gaat het winkeltje in. Nou, we hebben ons doel bereikt. We wilden graag naar de grens van Spanje. Dat is gelukt. Met veel omwegen en obstakels. De weg was afgesloten in Narbonne. De grote weg. Binnendoor aan het eind gereden. Nou, iedereen ging natuurlijk de vluchtroute zoeken. Nou, een bekend verhaal. Maar maakt niet uit. We zijn hier nu. We gaan een eindje lopen. Om onze stijve botten weer wat op te, ja, hoe noem je dat, op te rekken. De spieren in ieder geval. We gaan in het winkeltje kijken. Hele leuke cadeautjes hebben ze hier. Hele leuke cadeautjes hebben ze hier. Kijk. Ik weet niet aan wie je dat geven hoort. Het is een rommelig winkeltje, maar wel heel erg leuk. Ja, een paar dingetjes gevonden. Lekker toosjes met een soort tapenade en een hele lekkere fles wijn. De duurste die ze hadden, dus dat moet lekker zijn toch? Ik hoop van wel. We hebben lekker geslapen en deze, ja. Dus ik heb een paar tips verrast. Gewoon hartelijke mensen, alles vrijblijvend, leuk. Maar je mag maar één nachtje blijven. Nou ja, goed, we trekken toch weer verder. We gaan door de Pyreneeën en we gaan kleine weggetjes volgen. En we zien wel wat we tegenkomen. We laten Barcelona links liggen en we gaan, zoals de bedoeling, naar richting Pinicola. Ik geloof dat het zo uitspreekt. En dan zien we dat wel als het doel, maar je weet toch niet waar je uit moet. We wachten het weer af.
Maar dan zien we een prachtig mooi stuwmeer en het prachtig mooi blauw water. Op dat moment besluiten we niet ver meer te rijden en zoeken we een camping. Nou, daar ligt Klaasje alweer. Het is 3 uur 's middags en we hebben een plekje gevonden. We zijn om 1 uur 2 gaan zoeken, maar het is lang genoeg, vonden wij. En we staan hier aan de rand van de Pyreneeën en we hebben een heel mooie plek. Ja. En trouwens een hele mooie camping, dat had ik niet zo verwacht. En hij kwam er ook goed uit op de NKC app hoor, dus ik had het kunnen verwachten. Heel vriendelijke mensen, spreken het Frans, Engels en Spaans uiteraard. En er is ook een zwembad bij. Dus dat gaan we straks even doen. Eerst even wat zitten, even drinken. En genieten van het uitzicht. Kijk maar. Mooi hè? Daar kan ik wel van genieten. In de vorige vlog vertelde ik al dat het kan wel een week duren voordat ik dat vakantiegevoel een beetje krijg. En de werk, stress wil ik het niet noemen, maar het werkritme een beetje verlies. Nou, zover is het nu wel. En vandaag was het een hele lekkere dag. Eigenlijk helemaal geen, niks, ook perfect. Lekker weer, mooie rit gemaakt. Mooi camping, plek zat. Ik heb er lekker geslapen tot langer dan normaal. Dus ik ben een beetje in de vakantiesfeer. Nou jongens, daar doe ik het toch voor. Proost. En dan gaan we lekker slapen straks. Ik weet niet of het zichtbaar is, maar deze camping zit op een hoogte van 889 meter. En dat is best wel ver als je, of hoog als je kijkt, wat ik had verwacht 300 meter. Maar het koelde vanavond al snel af. Dus toen dachten we al van, zou het aan de bergen liggen of is het gewoon aan het weer? Maar we zitten gewoon op een redelijke hoogte. En ondertussen word ik opgevreten door allerlei insecten. En dat is niet lekker. Wat denk ik? Ze hebben wel te pakken hoor. Je had wel gelijk, ze hadden wel mieren denk ik. Nou, maak maar kort rijden dan. Goedemorgen. We zijn nu weer vertrokken van de camping. We hebben heerlijk geslapen, lekker rustig. En we gaan nu weer naar de kust. Goedemorgen. Zoals Klaas al zei, rijden we nu weer
kust. En hiermee beëindigen wij onze vlog. Dit was onze tweede vlog van de vakantie. Ik hoop dat er nog vele komen. En de nieuwe beelden zullen dan misschien wel vanuit Pinicola komen, waar we al heel lang naartoe willen. Maar iedere keer worden we afgeleid naar andere mooie nieuwe plaatsen. En dat mag natuurlijk. Nou, dat gaan we zien in de volgende vlog. In ieder geval bedankt voor het kijken. En ik hoop dat jullie het leuk vonden. Doei! Doei.